Sesto, welkom bij een nieuwe video hier op mijn kanaal. Sesto, vandaag spelen ik voor de Team Damage op de map. Kom bij, ik ga spelen met Strix die wat kills kunnen maken als ik haal natuurlijk, omdat ik speel met de UAV, Lightning Strike en de Wraith. Ik speel met de Sparrow Specialist en ik ga spelen als wapen met de Vesper natuurlijk. Een Vesper is een wapen met een hele hoge fire rate en dat kan best wel goed komen natuurlijk. Ik heb een grip en extended max erop staan natuurlijk en Diamond Camo. We gaan kijken of we dus deze enemies een poepje kunnen gaan laten ruiken. Er zitten 7 mannen geloof ik. 2, 4, 6, 7. Dat moet goed kunnen komen als ze niet al te goed zijn natuurlijk. Als ze niet al te goed zijn is het alleen maar beter dat er 7 mannen in zit. Zijn ze wel goed, dan is het kak. Oké, deze mensen kijken dus totaal niet op de minimap. Oké, er zat er dus wel een wat binnen die... Zag het waarschijnlijk allemaal gebeuren, maar... Zo te zien zijn ze niet helemaal goed. Oh mijn god, ik pleeg zelfmoord. Ja, ik pleeg zelfmoord. Er staat dat hij me nog killt omdat ik geen exo ding meer had. Ja, hij staat mij dus ook op te wachten. Zie je dat? En hij heeft zo toch een semi-automatisch wapen zoals de Shiva. Dus ik denk dat ik die beter niet kan challengen. Net zoals dat soort mensen kan ik wel challengen. En oh, hij blijft gewoon doorknallen! Oh, Johnny. Oh, ik heb mijn neus. Fucking hell. Maar dat soort mensen natuurlijk ook. Die blijven gewoon doorknallen. Terwijl ze gestunt zijn of iets. Oké, ik moet weg hier, maar dat gaat niet lukken. Ja, dude, wat wil je nou als ik gestunt ben, nou? Er komen 3 man aan. Fucking hell. Maar ik heb nu mijn Sparrow binnen, dus misschien dat we wel iets kunnen doen. Zo. Dat bedoel ik maar. Oh. Laat je over zien? Ja. Ja. Oh, dan ga ik nog dood? Doe maar. Een Gorgon met een silencer dood. Wauw, nou dan ben je wel echt. Dan ben je lekker bezig, niet dus. Maar ja, het is maar net wat je diamond aan het halen bent. Het is wel. Even kijken of die een beetje snel killt. Nou, ik zou het er niet op wagen. Ik zou dan gewoon zonder zuinig spelen. Want op een Gorgon is best wel natuurlijk bepalend. Hoe snel jij schiet. In mijn rug weer. Teammate, je loopt achter me, doe. Wat een... Dan gaan we weer 1. Ik moet bijna nog 1 keer, nog 1 kill dadelijk. 1 of 2. Dan heb ik mijn... Dingetje, dit poppetje heb ik dan, Hero. Met de Sparrow. Dus laten we nog even 1 keer mijn Sparrow halen voordat het potje afgelopen is. Gaat deze wel lukken hoor. Maar, dat zou mooi zijn. Dat zou ik appreciate natuurlijk. Maar speel een keer zelf met de Vespa als je een beetje chillen. Oh shit, ding op heb staan. Oh, jij bent gerekt ouwe. Dan is het gewoon een wapen waar je best veel leuke dingetjes mee kan doen. Oh, ik heb een Sparrow. Voor mij heb ik hem nu gehaald, maar weet niet zeker. Oh mijn god, beter heb ik hem gehaald. Als ik hem nu niet heb gehaald, ben ik echt fucked. Voor mij niet, ik moet nog 1 kill halen, die ga ik niet meer halen. Voor mij kan ik dan nooit meer Sparrow halen. Ah, hij besluit dood te gaan! Nou, nah, dat is wel echt heel erg gay dit. Oh, je gebruikt dinges. Je gebruikt reject. Dan moet je wel zo'n vet zijn om ook te gebruiken als iemand voor je staat, man. Wat een fuck it was dat. Kom op. We zijn het aan het winnen. Ik geloof nooit dat ik nog 1 keer mijn spel kan halen, maar we zullen het zien. Ja, jij gaat dus niet challenge je teammate, man. Wat doe jij? Jij loopt gewoon weg. Sommige mensen, kijk dit dan. Oké, jij moet ook even je controle neerleggen en denk terug gaan naar Dora of zo.
Holy shit. Nou, ik ga met de spel niet meer halen, man. Kijk maar naar de kills. Ah, dat kan ik wel vergeten. Shit! Waarom heb ik dan even die ene kill er net bij gemaakt? Dikke kut zo weer, hoor. Je bent gewoon gekild, jongen. Schaam je. Schaam jullie, jongen. 29 om 11 is mijn eindscore, maar ik kan mijn sparro dus nu heb ik hem, terwijl het potje is afgelopen. Maar ja, mocht je me van deze video, laat even je blauw duimpje omhoog achter helpen. Maar enorm, hoop jullie ook te zien bij de video van morgen om 3 uur precies natuurlijk weer. En 60 likes haalbaar, denk ik wel. Dus jongens, bedankt voor het kijken. En tot morgen. Doei!